We zijn net terug, gisteren teruggekomen uit Italië en morgen dus weer weg. Maar we hebben een beetje een interessante zomer wat dat betreft. We zijn naar de Hilse conferentie geweest, we zijn naar de Pasensweek geweest in Italië. Daar hebben we een hele mooie week gehad met alle voorgangers daar. 9 locaties en binnen over een jaar dus nog wat meer. En dan praten we over de dingen die God aangeeft, de dingen die we leren, principes, leiderschap, visie, al die dingen. En dat is een hele goede week geweest. Echt genoten, heel mooi weer gehad. Toen mochten we ook nog even naar Toscane, dat ligt een beetje wat zuidelijker in Italië, met de auto heen en weer gecrossed. Naar een meeting met de Hillsong Family, voorgangers. En daar was bijvoorbeeld ook Biju Tampi, die wij ondersteunen van Vision Rescue uit India. En je hebt misschien gehoord dat er enorme watersnood is op dit moment. En ik wil je vragen om daarvoor te bidden. En we zijn blij en dankbaar dat we iets kunnen betekenen daar. Maar dat is echt heel ernstig wat daar gebeurt. Het was trouwens sowieso, er gebeurde van alles om ons heen. Niet ver daar vandaan, Genua, daar stortte de brug in. Dat heb je vast ook gehoord, met heel veel doden. Een brug die ineens instort. En er was ook nog een vrachtwagen op de weg naar Bologna. Daar waren wij eigenlijk over diezelfde weg een paar uur daarvoor geweest. En er was een vrachtwagen, een tankwagen, die botste op een andere auto. Misschien heb je de YouTube gezien en een filmpje. En die ontploft daar, die hele tankwagen ontploft. Dan denk je, nou dat is vreselijk wat daar gebeurt. Maar dan even later, die stoffen die gaan dan zeg maar dat dorpje in. En dan ontploffen er ook nog een paar huizen en andere dingen. Dat is, je weet niet wat je ziet. Dus door alles heen heeft de Heer ons beschermd. En hebben we een goede tijd gehad. Dat de derde week, afgelopen week, was een week vakantie. Was een week vakantie aan het gaan naar meer. Dus we zijn lekker opgeladen. En we hebben er zin in om het vliegtuig morgen. Nou, ik heb geen zin in het vliegtuig. Ik heb zin om het vliegtuig uit te stappen. Ja. Ik ben op Curaçao geweest. Ik ben op Aruba geweest. Maar nog niet op Bonaire. Dus nu hebben we dan, gaan we een mooie week. Dus bid met ons mee. Dat we echt een zegen kunnen zijn. De kerken daar mogen zegenen en helpen. Al het werk wat God daar doet. Hey, ik wil. Oh ja, Mathilde had ook nog verteld dat er een smeuïg. Ach, het is. Ach, moet ik dat vertellen? Ja, nou, smeuïg, ja, wat heet. Deze pastor heeft de boot gemist. Ja, dus ik weet hoe het voelt om de boot te missen. Wij gingen met een boot, over het Garnemeer, met de rondvaartboot naar een overkant van Sirmione, een schiereiland. Lekker eten, allemaal gezellig. En ik had met mijn timetable, hoe heet dat, een overzichtje meegenomen. Dus ik zei, nou oké, dus het gaat om 9:30 nog een boot, en 10:30. We nemen niet de allerlaatste boot, wijs als ik ben, weet je, we gaan niet de allerlaatste boot. Dus we nemen de ene na 9:30, weten we zeker dat we de boot halen. Wij rekenen af, we lopen weer naar de pier, waar die boot moet aankomen. En er zijn niet heel veel mensen. Niet heel veel mensen. En op een gegeven moment is er geen boot om 9:30 en ik kijk uit over het meer, maar er komt ook niks aangevaren. En ik denk, er klopt iets niet. Maar hoe kom ik thuis als er geen boot? Dus daar hangt ook nog een bordje, maar inmiddels is het donker, dus ik met mijn telefoon, een lampje, zo, lezen. Hetzelfde schema als wat ik had in mijn broekzak. Alleen, er stond een aatje boven en het aatje betekent alleen op zaterdag. En dit was geen zaterdag. Dus ik zei, Mathilde, er komt geen boot meer. Ook de laatste niet. Dus we moeten iets verzinnen, want anders komen we niet thuis. Mathilde zegt, we nemen de taxiboot. De taxiboten, allemaal al ingepakt, die waren niet meer beschikbaar. We moesten naar het politiebureau hebben gevraagd, waar komen de taxis? Nou, er waren nog taxis, maar die waren er niet meer. En toen moesten we praten met iemand, heel verhaal. Uiteindelijk hebben we nog een taxi kunnen regelen. En toen was de goedkope rondvaartboot een hele dure taxirit geworden. Jammer, hè? Vind je niet jammer? Dus ik had de boot gemist. Ik weet hoe het voelt. Ik hoop, lieve mensen, dat je de boot niet mist. Als het gaat om je relatie met God en dat wat God wil doen voor je. En dat je de lettertjes leest die de Heer je heeft gegeven. Beter leest dan ik deed op mijn schema. Weet je, God wil ons zegenen. Hey, we gaan kijken. Vanmorgen heb ik tijdens de preek besloten dat dit een serie gaat worden. Ja. Ik had al een beetje een vliesje uitgelegd bij City Point toen we daar waren de laatste keer bij The Gathering. Dus als je daar was, dan zal je een paar dingen herkennen. Om te kijken, helpt dit, zeg maar. Je wil graag een boodschap brengen die helpt. Die mensen helpt in hun relatie met God. Daar had ik alleen maar een paar puntjes genoemd. En nu ga ik een paar dingen wat dieper uitwerken. Maar ik merk dat hier gaan we nog op terugkomen. Dus dit wordt een nieuwe serie. En ik noem het maar even Hou het Simpel of Keep it Simple.
En het is hierop een beetje uit voortgekomen dat zoveel mensen, en ik soms ook, ik bedoel, ik ben net als jullie gewoon mens, en dat je hoofd zo vol, dat je zo druk kan zijn met zoveel dingen, en dat je een beetje een stress voelt. Veel mensen worstelen daarmee. En hoe krijg ik orde in mijn denken? Hoe krijg ik een lijn in mijn leven? Hoe kan dit een beetje simpeler allemaal? Dat is een beetje de gedachte. En hoe wil God ons daarbij helpen? Dus daar gaan we het over hebben. Een paar gedachten voor vandaag. Nummer 1 is van moe naar energiek. Dat is eigenlijk waarom de serie aan het ontstaan is. Te veel mensen zijn eigenlijk te vaak moe en missen energie. En we gaan kijken hoe God je daarbij kan helpen. Jij en ik, wij allemaal, we hebben een emotionele tank hier van binnen. Heb je vast wel vaker gehoord. Een tank die, als die gevuld is met liefde, met dankbaarheid, met bevestiging. Je had een prachtig mooi verhaal net van Mephibosheth. Hij was eigenlijk een afstammeling van een koning, net als jij en ik. Het verhaal zit vol met beelden natuurlijk die voor jou en mij bedoeld zijn. Maar hij wist zich niet meer, hij was er niet meer bewust wie hij was. Zo goed uitgelegd net. Zijn tank was absoluut leeg. Hij leefde in Lodabar, heel laag. Zijn tank was leeg en hij noemt zichzelf inderdaad, ik ben een hond dat de koning naar mij omziet. Oh man, hij had het nodig dat zijn tank gevuld ging worden. Eens? Hij had het nodig dat ze... En hier in Lucas 10, vers 38. Hoe krijg je, als je emotionele tank gevuld is met liefde, met vrede, met bevestiging, met eigen waarde, met dankbaarheid naar de Heer toe, dan ben je op je best. Dan ben je op je best. Dan functioneer je veel beter, je bent vrolijker, de mensen vinden je leuker, je doet veel meer. Er komt veel meer uit je leven voort, gewoon omdat het allemaal goed gaat en God wil ons daar brengen. Lucas 10, vers 38, dat verhaal ken je wel. Waar de Heere Jezus komt bij Martha en Maria. Martha, Maria en Lazarus waren broers en zussen. Dus Martha, hij hield van hen. Hij was daar graag. En toen ze verder trokken, ging die dorp in waar die gastvrij werd ontvangen door Maria en door Martha. Haar zuster Maria ging aan de voeten van de Heer zitten en luisterde naar zijn woorden. En Martha werd helemaal in beslag genomen door de zorg van haar gasten. En ze ging naar Jezus toe en ze zei, proef je hier de spanning, de stress, Heer? Kan het u niet schelen? Heb je wel zo tegen God gepraat? Dat mijn zuster mij al het werk laat doen, zie je de pollepel al van, als u niet wat doet, ga ik nu echt optreden. Zeg tegen haar dat ze mij moet helpen. Maar de Heer zegt, Martha, je bent zo bezorgd, je maakt je veel te druk, er is maar één ding noodzakelijk. Maria heeft het beste deel gekozen en dat zal haar niet worden ontnomen. Maria wist het moment te kiezen dat de Heere Jezus in haar huis was, notabene in persoon, en vertelde over de dingen die hij wilde vertellen. Misschien hadden ze wel een goed gesprek, misschien was ze gastvrij en had ze gevraagd, hoe is uw reis, hoe is het gegaan de laatste tijd, heeft u nog veel wonderen kunnen doen, zijn die fariseeën nog lastig voor u geweest de laatste tijd, of valt het wel mee, zoiets. En er was een gesprek, er was communicatie en de Heer Jezus deelde daar dingen. En Martha miste eigenlijk het moment, was heel druk met van alles. Goed bedoeld, maar heel druk met van alles. En neemt het haar zus kwalijk dat ze zomaar aan de voeten van Jezus zit. Maar Jezus zegt haar, ze heeft het beste deel gekozen. Ik hoop dat jij en ik moet het ook tegen mezelf zeggen. Hoe vaak, hoe regelmatig zit je inderdaad aan de voeten van de Heer? En weet je, je kan druk zijn met veel goede dingen. Zij was druk met goede dingen. Ze was bezig om te zorgen voor Jezus. En toch, hij zegt, Maria heeft het beste deel gekozen. Weet je, wat gebeurt er als je tank leeg begint te raken? Misschien zijn er woorden als wrok. Je bent boos. Je bent boos op mensen. Je bent misschien wel boos. Ik ken mensen die zijn boos op de hele wereld. Niks is goed. Alles is. Misschien ben je boos op de kerk. Misschien ben je boos op voorgangers. Misschien ben je boos op van alles en nog wat. En kan het zijn dat jouw tank leeg staat? En kan het zijn dat God met je wil praten, je wil helpen? En dat de Heer wil zeggen tegen jou, zoals dit ook tegen Maria zei, kom aan mijn voeten zitten. Jij en ik, we gaan even praten, ik ga je helpen. Wrok, geïrriteerd, mensen reageren soms passief of verward. Er gebeurt zoveel in je denken, dat je de lijn kwijt bent, dat je denkt, man, druk, ik moet nog zoveel doen. En dat je verward begint te raken en dat je eigenlijk weinig uit je handen voortkomt. Je bent wel heel druk, maar je hebt het gevoel, er komt zo weinig echt uit mijn handen tevoorschijn.
Sommige mensen vluchten. Het is maar net hoe je karakter in elkaar zit. Sommige mensen vluchten in heel druk doen. Het is prima om sport te doen, maar sommige mensen zitten zo als een dolle in de sportdingen, dat je denkt, joh, ben je, daar vul je je tank niet mee. Het prima om sport, maar sommige mensen gaan, weet ik veel, naar allerlei flutromannetjes zitten te kijken of luisteren. Sommige mensen vluchten in de televisie. En kan het zijn dat uren en uren tv kijken, kan het zijn dat God je aan het roepen is? Weet je, misschien zegt de Heer wel, hey, ergens jij en ik, kunnen we praten? En hij doet het niet met veroordeling, hij doet het altijd met uitnodiging. Maar kunnen we praten? Want ergens zijn jij en ik contact een beetje verloren geraakt. En het doet de Heer verdriet. En hij doet het verdriet om jou zo te zien, om mij zo te zien. Als we in eigen kracht proberen te worstelen en boven te blijven. En God zegt, ik wil je tank vullen. Ik wil je helpen, kom bij mij. Een paar dingen die helpen. En Mathilde en ik hadden we onderweg, zeg maar, op de vakantie hadden we het hierover. Van, wat helpt, wat vult jouw tank nou? Een paar dingetjes. Verbinding met God, hebben we het net over gehad. Verbinding met God, nummer 1, is het allerbelangrijkste. Ik ben overtuigd genoeg christen om te zien dat God je tank, als hij je tank vult, word je een ander mens. We zagen net een stralende meid hier staan, die vol van de Heer. En ze is bij God geweest, heeft zich voorbereid. En je kan het zien en je proeft het. En je denkt, ja, je tank is vol, je bent bij God geweest. Prachtig om te zien. God op de nummer 1, God als eerste je dagelijkse en je wekelijkse prioriteit. Waarvan je zegt, Heer, ik wil die verbinding met God. Ik heb het zo nodig om u te ervaren. Om verbinding te hebben met u. Anders loop ik leeg, loop mijn tank leeg. U bent degene die mij vrede geeft. U bent mijn vredevorst. U geeft mij vreugde. De vreugde van mijn Heer is mijn kracht. Ik heb die verbinding met God zo nodig. Vul het in voor jezelf. Hoe je dat doet. Je dagelijkse moment. 'S morgens misschien. Je moment hier op zondag in de kerk. In het huis van de Heer. Ik daag je uit om te zeggen, dit is belangrijk voor mij en voor mijn relatie met God en voor mijn relatie met de mensen die hij in mijn leven geeft. Hier kan ik God weer ontmoeten. Hier kan ik mijn verbinding met God bouwen. Het tweede wat ik heb opgeschreven is familie en gezin. Als het een gezonde situatie is, dan geeft het je vreugde en dan vult het je tank. Ik ben inmiddels opa. We hebben 3 kleinkinderen, Mathilde en ik. 2 kinderen, 3 kleinkinderen. En ik ben gek op mijn kinderen en op mijn kleinkinderen. Maar Mathilde is helemaal stapel. Helemaal stapelgek over, zoals het hoort bij een oma. En het geeft haar enorm veel energie en voldoening. Het derde wat ik heb opgeschreven is het werk. Het werk wat je doet dagelijks, dat voldoening geeft. Als het goed is, hoop ik voor je, heb je een werk gevonden of een studie die je aan het doen bent, waar je voldoening ervaart. Waarvan je denkt, ja, hier kan ik iets kwijt van creativiteit, hier kan ik iets kwijt van mezelf, hier kan ik iets betekenen. Steeds meer mensen terecht zeggen, ik werk niet alleen voor mijn salaris, ik werk om iets te betekenen. Om een verschil te maken, om iets nuttigs te doen met mijn tijd. En daarbij verwacht ik inderdaad dat mijn baas me betaalt ervoor. Het is zo belangrijk. En nummer 4 is de ontspanning. Hoe vul je je tank in de tijden van ontspanning? Zelfs de Heere Jezus zei het, hier lezen we in Matthäus 14. Toen Jezus hiervan hoorde, week hij per boot uit naar een afgelegen plaats waar hij alleen kon zijn. Hij had een heel verdrietig nieuws daar gehoord over Johannes de Doper. En hij wilde alleen zijn, wilde zich ontspannen, terugtrekken. En voor mij is dat ik kan goed alleen zijn. Voor mij is dat een van de dingen die mij helpen om bij God te zijn, om weer even op te laden, een goed boek te lezen, te bidden, na te denken over de toekomst, te bidden over de toekomst. En nummer 5, lichaamsbeweging. Je moet iets doen. Je hoeft niet 5 dagen per se in de sportschool te zitten, maar iets doen. Wij hier in de westerse wereld, veel van ons hebben een zittend bestaan. Op je werk, je zit de hele dag misschien achter een computer. En het is goed om te bewegen. Ga koffie halen of water. Koffie is misschien nog niet zo gezond, dat weet ik niet. Maar ga iets halen. Haal iets voor een collega. Beweeg af en toe eventjes. Zorg voor lichaamsbeweging. Dus het is goed voor jezelf om na te denken. Ja, wat helpt mij om mijn tank te vullen? Maak een eerlijke inschatting waar je nu bent en maak een plan. Een eerlijke inschatting van waar je nu bent en maak een plan over hoe ga ik regelmatig tanken. Nummer 2 is van druk, te druk naar georganiseerd. We duiken een beetje in de agenda. En als je het goed doet, is je agenda een grote vriend van je. Je agenda helpt jou, als je het goed gebruikt,
om je leven zo te bouwen zoals jij wil. Niemand anders gaat over jouw agenda. Jij gaat over je agenda. En jij mag dat bouwen, de belangrijke dingen eerst. En dan op de tweede plaats, daarna en op de derde plaats. Je agenda is zo belangrijk. Hier in Matteüs 6, vers 33. En maak een dagindeling met God op de eerste plaats. Maak een weekindeling met God op de eerste plaats. Matteüs 6, vers 33 staat, jullie kennen hem wel. Jullie hemelse Vader weet wel wat je nodig hebt, wat je dit allemaal nodig hebt. Zoek liever eerst het koninkrijk van God en zijn gerechtigheid. En dan zullen al die andere dingen je erbij gegeven worden. Maak je dus geen zorgen voor de dag van morgen. Dus ik hoop en ik wil je uitdagen dat in je agenda zichtbaar is. Dat God op de eerste plaats staat. Dat relaties belangrijk voor je zijn. En dat jij bepaalt waar je tijd in stopt. Bewust dat je erover nadenkt waar je tijd naartoe gaat. Hier in Efeze 5 vers 15 staat, let dus goed op welke weg je bewandelt. En gedraag je niet als dwazen, maar als verstandige mensen. Gebruik uw dagen goed, want we leven in een slechte tijd. Wees niet onverstandig, maar probeer te begrijpen wat de Heer wil. Gebruik je dagen goed. Gebruik je dagen goed. En denk na over, misschien gaan we het een keertje doen, maar je hebt het wel eens gehoord over de capaciteit. En weet je wel, zo'n glas. Eerst de grote, belangrijke dingen in je agenda. Dan de dingen die op de tweede plaats komen in je agenda. Dan op de derde plaats. En dan pas alle andere kleine details. Sommige mensen hebben hun agenda vol met allerlei kleine dingetjes die niet zo belangrijk zijn. En dan komen er een paar grote brokstukken, een paar belangrijke dingen. En ja, dan zit de agenda al vol. Ik daag je uit om daar goed mee om te gaan, om dat te binnen te doen. Wat nou als God de baas zou zijn over jouw agenda? Heb je daar wel eens over nagedacht? Ik vond het een inspirerende gedachte toen ik dat las. En ik dacht, ja, ik heb eigenlijk nooit zo bewust dat zo gebeden van Heer, ik maak u de baas over mijn agenda. Ik wil mijn agenda gaan invullen zoals ik denk dat de Heilige Geest mij daarin leidt en wijsheid geeft en gewoon natuurlijk bepaalde principes. En ik wil dat God de baas wordt over mijn agenda. Hoe gaat het er dan uitzien? Over je werk? Over je kerk, over je sport, over je relaties, over alles. Dat het allemaal in je agenda komt. Weet je, sommige mensen, misschien helpt het om te zeggen zondagochtend of deze dienst, tweede dienst, 12 uur, staat kerk in mijn agenda. Gods huis staat er gewoon in. Dat zijn van die grote belangrijke dingen. Maar mag ik je uitdagen? Het is eigenlijk leiderschapsniveau wat ik nu ga zeggen. Maar ik heb het bij een leiderschapstraining in Italië. Hebben we elkaar bemoedigd van hoe kunnen we. Als je te druk bent om niet naar de kerk te kunnen, dan ben je volgens mij te druk. Waar ben je dan drukker mee dan met jouw ontmoeting met God? Maar het zit in je agenda. Jij bepaalt je agenda, niemand anders. Niemand anders bepaalt jouw agenda dan jij. Dat mag je doen. Je bent een kind van God. Je zegt: Heer, dit is mijn week, dit is mijn maand, misschien zelfs je jaar. En ik wil dat u mij leidt. En dat ik de eerste belangrijke dingen, de eerste inzet, mijn tijd met God, misschien 's morgens, een kwartier, een half uur, een koffie met God in de ochtend, de zondagdienst, de connectgroep, het team waar ik in zit, dat zijn dingen die staan er gewoon in. En als ik dan een afspraak moet maken, dan ja, dat blokje is al gevuld. Ja toch? Dat helpt, geeft vrede. Ik ben vroeger ook getest, net als veel mensen hier. Verjaardagen en dingen en familiedingen. En dan zei ik, elke keer moest ik weer. Nee, dan zit ik in de kerk. Ja, dan kan ik je overslaan in de kerk altijd. Nee, dat is voor mij belangrijk. En ik moest dat zo vaak. Eerst ging ik het helemaal uitleggen. Maar nu zeg ik gewoon, dat is voor mij belangrijk. Is essentieel voor me. Dus ik kom een paar uur later. En zet het in je agenda. Maak die agenda een grote vriend van je. Die je helpt om te doen wat je echt zou willen doen. De Heer Jezus deed het ook in Lucas 4. Vers 16. En dan staat het. Hij kwam in Nazareth. Hij was opgegroeid. En volgens zijn gewoonte ging hij op Sabbat naar de synagoge. Dat deed hij gewoon. Dat stond voor hem vast. Dus schrijf die dingen in je agenda. Je stille tijd met God. Je tijd met je huwelijk, je gezin. Plan dat. Schrijf het in je agenda. Je ontspanning. Je lichaamsbeweging. Al die dingen die je nodig hebt om je tank te laten vullen. En de derde. De laatste voor vandaag. Van rusteloos naar vervulling. Weet je, God die geeft. Hij wil je vervulling geven.
zowel in, op je werk of de studie die je doet, als in het, het werk wat je doet in de kerk, de betrokkenheid die je hebt hier in zijn huis. In allebei. En ik was vroeger, nog voordat ik me deelde, eigenlijk in onze verkeringstijd woonde ik in een studentenhuis met 3 studenten. En 1 jongen was Vincent, heette hij, was een vriend van me, een goede vriend. En hij had het een grappige gewoonte, ik een beetje, maar hij vooral om hele stukken uit Prediker uit zijn hoofd te leren. Vind je dat niet wonderlijk? Dus uit de NBG toen nog, ijdelheid de ijdelheden, dan kon hij allemaal zo hele stukken. Hier hebben we een klein stukje uit Prediker in de nieuwe Bijbelvertaling. In Prediker 5 vers 1. Het is daarom dat ik het heb ingezien goed en geweldig voor een mens wanneer hij zich aan eten en drinken te goed doet. En geniet van alles wat hij heeft verworven. Daar zwoegt hij voor onder de zon gedurende het luttel aantal levensdagen dat God hem gegeven heeft. Dat is wat hem is toebedeeld. Wanneer een mens geniet van rijkdom en bezit, wanneer hem dat door God wordt toegestaan, als zijn rechtmatige deel, en hij zich verheugt in alles wat hij moeizaam heeft verworven, dan is dat een geschenk van God. Mooi om te lezen, hè? Staat in de Bijbel. Staat er allemaal in. Je mag werken, hard werken en dan genieten van het inkomen wat je hebt verdiend. En God geeft het als een geschenk. Ik hoop dat als je in die 2 gebieden, als je praat over voldoening, zowel op je werk als wat je mag doen in Gods huis, dat het je vervulling geeft, dat het je passie geeft. Kan je een stukje van je passie kwijt? Kan je, wat kan je doen om dat te verbeteren? Wat is de cultuur op je werk, de vergaderingen? De cultuur. En wat kan je daaraan doen? Wat kan je daaraan bijdragen? Wat kan je verbeteren? Is er genoeg uitdaging? Sommige mensen ze hebben uitdaging nodig. Ze willen gewoon. Veel mensen na een jaar, anderhalf jaar. Willen we wat nieuws? Tijd voor. En misschien. Welk gesprek is er nodig als jij dat gevoel hebt op je werk? Of misschien zelfs hier. We hebben vanmorgen Mike, Big Mike uitgezwaaid. Hij, je kent hem wel. Hij gaat trouwen, gaat wonen in Drachten, maar gaat in de kerk en CLC Groningen helpen om daar de churchplant te bouwen. Zij samen, daar zijn heel blij mee. Ben je hier nog, Mike? Oh, ga even staan en zwaaien, Mike. Even staan en zwaaien. Hey. Ja. Nou, jullie zijn samen hier. Veel geluk samen. Veel geluk samen. We hebben hem bedankt omdat hij 10 jaar lang in kinderwerk heeft meegeholpen. 10 jaar. Dat is geweldig. Dus hij kreeg een kilo lekker snoep mee voor de kinderen in. Die zijn niet voor jou, hè? Dat snap je wel. Hè? Die zijn voor de kinderen in Groningen. Maar hoe dan ook. Sommige mensen zeggen, dit is mijn plek. Zo heeft God me gemaakt. En dat moet je lekker doen. Andere mensen zijn aan het zoeken van, wat is nou mijn plaats waar de uitdaging die ik zoek nog meer tevoorschijn komt. En soms is het 1 gesprek weg. Wat kan je doen? Wat is er nodig om daarin te groeien? Dus ik geloof dat de Heer je wil helpen. We gaan hierop door de komende weken. Maar ik geloof dat wij als christenen. Het viel me op in de gesprekken die ik had. Het onderwijs wat we kregen. De laatste maanden. Dingen die we hoorden. Boeken die ik las. We leven in een wereld die beweegt en schudt en waar veel hoofden vol zitten. En ik herken dat ook, zoals ik al zei aan het begin. Maar een van mijn dromen, een van mijn speerpunten voor komend jaar zou zijn om elkaar te helpen. Om in al dat gewoel om je heen en misschien wel in je hoofd, om de lijn van de Heer te zien. De wijsheid, de dingen die werken, de dingen die jou helpen. Om te leven zoals jij wil leven. Niet zoals de wereld van je verwacht. Of de omstandigheden je alle kanten. Maar de Heer wil je leiden in zijn vrede. En in zijn wijsheid. En ik geloof dat we heel veel mensen mogen gaan helpen daarmee. God wil je helpen. Hij begrijpt het. En er zijn momenten dat hij zegt, kom even zitten. Martha, kom even zitten. Ik snap je bedoelingen. Maar ik wil je helpen om het belangrijkste te kiezen. Als je dan daarna weer gaat dienen, komt het uit een overflow. Komt het uit een volle tank die de Heer heeft gevuld in je hart. En dat is onze droom. Dat is de hele visie achter de serie die we gaan doen de komende tijd. Dus ik hoop dat het je helpt, dat je zegent. En dat God
hier doorheen ons allemaal op een volgend niveau tilt. Zullen we bidden? Vader, dank u wel, Heer, voor uw zegen. Dank u wel voor uw goedheid. U houdt van ons. U houdt van Maria en van Martha evenveel. Ik bid, Heer, voor iedereen hier dat we mogen geleid worden in vrede. U blies over uw discipelen. En u zei, ontvang mijn vrede. Hier in een wereld die schudt en beweegt waarvan alles gebeurt, bidden wij en geloven we en ontvangen we uw vrede. U zei het al in nummerie 6 dat de priesters de zegen moesten uitspreken met vrede. Dat uw aangezicht over ons zou lichten, dat uw vriendelijke gezicht over ons zal zijn, zonen en dochters. En dat u ons uw vrede geeft. Dat u onze tank vult, Heer. Zodat we u mogen dienen met vreugde. Zodat we verschil mogen maken in de wereld rondom ons. En andere mensen mogen helpen met dat waar u ons mee geholpen heeft. In Jezus' naam. Amen.